Hallo allemaal. Vandaag wil ik voor jullie de couscous met kip op video zetten. Dat is een eigen bedacht recept waarbij de kip in een marinade van citroensap gaat samen met olijfolie. En waarbij de couscous wordt vermengd met doperwten en spinazie. En daarna ga ik de kip aanbakken en die ga ik in een braadpan aanbakken samen met cherrytomaatjes, met ui en met pekannoten en wat kruiden. En daar gaat dan een klein beetje bruine suiker bij om ervoor te zorgen dat de bol niet te zuurig is omdat ik kip gemarineerd heb in citroensap. Al met al een heel smakelijk recept, vol smaak dus. En voor degenen die van veel smaak houden, zeker een aanrader, denk ik. Wij vinden het zelf ook allemaal erg lekker. En je krijgt een hoop verse zaken binnen. Veel groenten ook. Door de spinazie, die vers is en de diepvriesdoppetten. En ik wil jullie even meenemen met alle ingrediënten die ik daarvoor nodig heb. Dus tot zo. Zo, daar zijn we weer. Ik heb even alle ingrediënten die ik ervoor nodig heb op tafel gezet. Allereerst de couscous die ik ga gebruiken. Die laat ik straks wellen in kokend water. Daarvoor zet ik wat water op in de waterkoker. Heel erg simpel. Wat droge couscous in een kom. Dat doe ik erbij. En ik doe daarbij ook een bouillonblokje. Zodat die goed op smaak komt. Dan ga ik de kip. In dit geval kippendijfilet. Ga ik in kleine stukjes doen in een bakje. En die marineer ik met wat citroensap. En dat doe ik ook met wat olijfolie erbij. En dan met peper en zout. En vervolgens dan ga ik die bakken. En daarna komt er een gesnipperd uitje bij. Er komen wat cherrytomaatjes bij. Ik maak het af met wat kruiderijen, waaronder paprika poeder, komijn en een klein beetje korianderpoeder. En eventueel wat peper en zout naar smaak. En om het niet te zuur te laten zijn, gebruik ik wat bruine mosterdsuiker. En de couscous, die ga ik afmaken met onder andere diepvriesdoppetten. Daar gebruik ik een half pakje van. En een hele zak met gewassen blaadjes verse spinazie. Die ga ik in de wok laten slinken met wat olijfolie en een beetje water. Vervolgens doe ik daar dan de dopet erbij. En als dat klaar is, dan kan er in de kom gewelde couscous kan daarbij. Die ik dus samen met wat bouillon uit een blokje zeg maar op smaak heb gebracht. Dan is dat klaar en dan wil ik jullie zo dadelijk meenemen naar de pannen als ik daar aan bezig ga. Ik heb de kippendijenfilet fijn gesneden in stukjes. Ik heb een halve citroen uitgeperst. En ik heb een beetje olijfolie toegevoegd en peper en zout. Dat ga ik nou even omscheppen. Hier vooraan, ik weet niet of het goed te zien is op video, maar ik zie het zelf wel gebeuren. De kip ietsje lichter wordt, ietsje witter zeg maar. Dus het roze gaat er een beetje vanaf. Het wordt een beetje witter. Het is niet helemaal goed te zien, maar goed. Ik laat het even staan zo. Heeft ook even nodig, dan kan het even lekker intrekken. Zo, daar ben ik weer. Ik heb de droge couscous in een kom gedaan. Ik heb ondertussen de waterkoker aangezet met water. Als dat gekookt heeft, kan het water erbij. En ik ga nu even wat twee van die blokjes bouillon. Ga ik fijn kruimelen erdoor. Even kijken of dat zo lukt. Volgens mij lukt dat wel aardig zo. Het is een beetje plakkerig geheel wordt het. Maar ja, het is even niet anders. Ik was zo mijn handen wel weer. Zo. Dan lost het beter op. Anders heb je straks één punt waar alle bouillon zit. En de rest is helemaal flauw. Zo. Nou, dat heb ik verdeeld. Dat gaat zo kokend water op. Ongeveer twee keer zoveel water als dat er couscous in de kom zit. En dan doe ik er een bord op. Zodat die dicht blijft. Dan kan het gewoon wellen en dan is het vanzelf klaar, dan wordt het droog en dan is het bruikbaar. Ik heb de couscous dus in een kom gedaan met de bouillonblokjes en daar ga ik nu water op gieten. Dat is kokend water uit de waterkoker. Ik giet alles over, ruim over gieten. Dat je zo het gevoel hebt van hier zit ongeveer het dubbele aan water in dan aan couscous. Dat roer ik heel even vluchtig door. Die goed rondom bedekt is. Zo. En dan doe ik er een bord op. Zo. Daarmee dik ik hem af. Dan stoomt hij lekker gaar en is hij gewoon droog. Dan kan ik hem straks gebruiken bij de groentes. Ik heb hier in een braadpan heb ik zitten twee fijn gesnipperde uitjes. En twee teentjes knoflook.
Die heb ik nu op laag vuur staan. Er zit een beetje olijfolie in. Daar ga ik even wat kruiden aan toevoegen. Dit is paprika poeder. Dat is paprika poeder, ongeveer, nou wat zal het zijn, 2 theelepels. Dan gaat bij wat korianderpoeder. Ongeveer een theelepel. En daarbij gaat wat komijn. Gemalen komijnzaad. Ook ongeveer een theelepel. Dat moet volgens mij wel voldoende zijn. Dat ga ik zo doorroeren en dan kan het langzaam garen. En dan kan ik straks de kip gaan toevoegen en dan zet ik het vuur ook iets hoger. Dus. Zo, daar ben ik weer. Ik heb die 2 uitjes met wat knoflook in de braadpan gedaan. Ik heb het vuur heel iets hoger gezet, dus het staat eigenlijk nog wel laag, maar niet extreem laag. Ik heb een klein beetje water toegevoegd en het is nu aardig glazen gaan worden. Dit is voor zover goed. Daar kan zo de kip bij, dus die ga ik nu even laten zien. En zoals ik zei, de kip is wat lichter geworden. Ik weet niet of je het goed kan zien op video, want hij kleurt volgens mij nog wel aardig roze. Maar hij is wel feitelijk iets lichter geworden. Zo, ik heb de kippendijen in stukjes die gemarineerd zijn in citroensap, heb ik er nu bij gedaan. Die ga ik mee laten bakken. Ik zet het vuur nog iets hoger. En ik kan rustig aan garen gaan pruttelen. En dan heb ik ondertussen tijd om zo me bezig te houden met de spinazie en de cherry tomaatjes. Bovendien, er moeten nog pekannoten bij. Maar goed, dit gaat even staan. Dan doe ik even het deksel op. Ik zet hem niet te hoog, maar ik kan het even lekker pruttelen. Zo. Dan neem ik jullie even mee naar de cherry tomaatjes en naar de pekannoten. Ik heb uit het bakje met cherry tomaatjes de cherry tomaten gehaald die ik erin ga doen. Dus het is ongeveer 250-300 gram wat erin gaat. Het doosje was 400 gram, dus ik heb iets achtergehouden. Dat kan ik van de week nog wel een keertje gebruiken. En ik heb wat pekannoten liggen. Die ga ik zo even fijn hakken. Dat gaat er dan ook doorheen. Dan kunnen de stukjes pekannoot mooi zacht worden. En de cherry tomaatjes voeg ik pas als laatste bij, want anders worden ze helemaal zacht en zie je ze niet meer terug. En voordat de cherry tomaatjes erbij gaan, kan ik mooi even de spinazie laten slinken en de dopertjes erbij doen. En als dat klaar is, dan is de couscous ook mooi geweld en klaar en die kan er dan ook bij in de wok. Ik heb inmiddels de pekannootjes fijn gehakt. Die zitten in de pan erbij. Die rol ik er nu even door. Nou, de kip die begint al redelijk gaar te worden, maar die moet natuurlijk nog wel helemaal door en door gaan worden. Het ziet er nu een beetje apart uit qua kleur misschien, omdat het de lichtval niet zo mooi is. Ik heb helaas is het lampje boven het gasfornuis bij ons stuk gegaan, dus die moet ik nog even gaan halen, bestellen. Dat is een speciaal iets, dus vandaar. Nou, dit kan nog even doorkoppelen. En dan zet ik het vuur even laag. Ga ik ondertussen me bezighouden met de spinazie. En dan heb ik hiervoor een wok klaarstaan met de olijfolie erin. En daarin ga ik de spinazie laten slinken. Dus ik heb 1 hele zak spinazie erin gedaan van zeg maar 450 gram. Die ga ik nu even laten slinken in de wok. Zoveel slinken. En ik ga nu een beetje water toevoegen om het proces iets te versnellen. Zo. Anders heb je ook kans dat hij van onder aanbakt. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Nou, dit gaat zo door.
spinazie slinkt enorm. En dat is ook eigenlijk wel de bedoeling. Goed. Je ziet dat er nu wat water onder in de wok staat. Dat is niet erg, want ik heb nog wel wat te laten slinken. Bovendien, de doppetten moeten ook in bevroren toestand erbij. En dan kan het mooi in een beetje heet kokend water. Dan worden ze meteen mooi ontdooid. De doppetten ga ik er zo aan toevoegen. Die zitten nog in een pakje. Ze zijn nog bevroren. Dus die ga ik nu even pakken. En dan gaan de doppetten erbij. Een pak is 450 gram, daar gebruik ik ongeveer de helft van. Zo. De doppetten kunnen er gewoon bevroren bij. Wel zo makkelijk. Zo, ik heb de doppetten toegevoegd. Die ga ik nu even doorroeren. Ze zijn nog helemaal bevroren, maar dat duurt niet lang meer. Want door het vocht dat nog in de wok staat, ontdooien ze lekker snel. Dan is alles wel snel zover klaar. Dat je een lekkere verse doppetten hebt eigenlijk. Mooi groen, mooi knapperig. En niet van die vieze, melige ballen die je wel eens uit blik of pot haalt. Zo. Nou, dit kan even staan. Het vuur kan laag. Ik kijk even naar mijn vlees met notenprutje. Nou, dat ziet er ook keurig uit. Daar kunnen de cherry tomaatjes bij. En dan kleurt het ook weer heel mooi. Dus die ga ik nu even toevoegen. Ik ga even kijken hoe het is gesteld met de couscous. Nou, kijk, die is keurig droog geworden. Helemaal goed. Dus die kan ik zo bij de spinazie en de doppetjes gaan toevoegen. Ik laat hem nog heel even staan. Ik ga nu eventueel nog wat uitdampen. Ondertussen ga ik even naar mijn braadpan met kip, ui, cherry tomaatjes en nootjes, de pekannoten. En dan ga ik wat bruine suiker aan toevoegen, omdat door de zuurigheid van de citroen is het misschien een beetje te zuur. Dus ik doe wat bruine suiker erbij. Dit is ongeveer een afgestreken eetlepel, denk ik. Meer is het niet. En die ga ik even doorroeren. Dan ga ik het even proeven. Zo, ik spatel hem er even door. Ik had ook nog een klein beetje water toegevoegd om de boel niet te laten aanbakken en meteen een soort zuur te krijgen. Kijk, de zuur die zie je onderin wel liggen. En die geeft de smaak, het meeste smaak aan het geheel. Dus die moet ik zo even proeven. Dan kan ik hem op smaak af gaan maken. En ondertussen ga ik even de couscous bij de doppetten met spinazie doen. Een mooie groene kleur, hè? En dan ga ik die ook op smaak brengen met peper en zout. Dus dat ga ik nu even doen. Zo, ik heb inmiddels een extra lepel bruine suiker toegevoegd aan het prutje met de kip. En de cherry tomaatjes en de pekannoten, omdat die nog wat aan de zuurige kant was. De jus die onder in de pan zit, zeg maar, was erg zuur. Dus ik heb wat suiker toegevoegd. Ik heb hem inmiddels geproefd en hij is goed. Dan naar de couscous. Die ziet er nu zo uit. Heerlijk met de spinazie en de doppetjes. De combinatie is prachtig zo met die kleuren. En als je dit samen ziet zo, groen, tezamen met het rode van de cherry tomaatjes, is dat een hele mooie combi samen met het bruin. Dus dit is mijn kip met couscous volgens eigen recept. Mochten jullie nou meer daarover willen weten of willen weten hoeveel gaat er nou precies in, dan kan ik altijd kijken of ik de ingrediënten en de hoeveelheden in de comments kan zetten. Dus dat hoor ik graag van jullie. Alvast bedankt voor het kijken weer en tot de volgende video. Bye bye!